Hoe zet je een auto vast op de aanhanger? In deze video laat ik verschillende spanbanden zien die speciaal bedoeld zijn om een auto veilig te vervoeren op de aanhanger. Sommige mensen zetten hem vast met een haak in de velg, maar dat is niet altijd de beste manier. De vraag van deze week is een meerkeuzevraag, dus lekker snel. Een praktische tip zit er ook weer in, blijf erom vooral even kijken en word de vakman die jij wilt zijn. Patrick Strijker, de online specialist in onderdelen voor aanhangwagens en boottrailers. Eén adres voor alles wat los en vast aan de aanhanger zit. Trailerplus.nl. En vind je video's over onderhoud en onderdelen voor aanhangers en boottrailers nou interessant? Abonneer dan even op het kanaal, dat kan hier beneden. Tik het belletje aan voor een automatische melding bij elke nieuwe upload. En dat doe ik elke dinsdag. En een duimpje omhoog. Vind ik leuk. Wanneer je een voertuig op een aanhanger wilt vervoeren, dan is het goed vastzetten soms lastig. Je ziet wel eens dat men de haak van de spanband in de stalen velg haakt. In enkele gevallen zelfs zo extreem dat men de spanband in het voorwiel haakt en dan ter hoogte van het achterwiel aan een showroog of zelfs aan de kantbalk vastzet. Heel onverstandig, want lange banden hebben meer rek en meer kans op schade. En het staat ook niet goed vast. Wel van voor naar achter staat hij goed gezekerd, maar zeker niet zijdelings. Maar wat is dan wel de juiste methode? En daar zijn er meer van. Soms moet je kiezen tussen meerdere opties omdat je beperkt bent door de mogelijkheden, zoals de opbouw of de middelen waarover je beschikt. De opbouw, daar heb je vaak minder invloed op. Op de andere middelen wel. En welke spanband of welk systeem ga je gebruiken? De vraag van deze week is als volgt. Het is een meerkeuzevraag. En als je nog geen ervaring hebt, kan je ook antwoorden met wat je zou doen. De vraag is, zet jij een auto vast met A, 2 spanbanden, B, 3 spanbanden of C, 4 spanbanden? Laat het me weten in de reacties onder deze video. Hiermee help je mee om de video's te verbeteren. Het hoeft natuurlijk niet, maar je mag het zelf weten. Ik zou het erg waarderen. Speciaal voor autowielen, maar dat geldt ook voor aanhangers en caravans, zijn er speciale spanbanden. De werking qua techniek is hetzelfde als van de bekende standaard spanband met de band en de ratel. Alleen is de manier van aanleggen of bevestigen wat anders. Wanneer je een autotransporter hebt met gaten in de vloer die bedoeld zijn om een spanband in te haken, dan zijn de spanbanden welke over het loopvlak gespannen worden zeer effectief. Je legt dan de band in de lengte over het loopvlak van het wiel. Eén haak vlak voor het wiel en eentje er vlak achter en de derde haak zit vaak aan de ratel vast en zo trek je het wiel op een vrij natuurlijke manier vast op de laadvloer. Weinig belasting voor de band en mooi solide. Deze methode werkt echter alleen met speciale spanbanden met 3 haken en je moet gaten in de vloer hebben en dat heeft lang niet elke aanhanger. Heb je geen gaten in de vloer, maar wel sjorogen aan de rand, dan zijn wellicht de ei-vormige spanbanden een goede optie. Die leg je dwars over het loopvlak van de band. De einden komen bij elkaar en daaraan haak je dan de ratel. De haak van de ratel komt vast aan het sjoroog of, wanneer die sterk genoeg is, aan de kantbalk. En zo trek je het wiel ook vast op de laadvloer. Het is dan wel zaak dat de kantbalk sterk genoeg is of dat er een sjoroog ter hoogte van het hart van het wiel zit. En heb je dat nou niet, dan is het misschien een overslagmodel handig. Die komt ook overdwars over het loopvlak. En dan komt de lange band door een speciale korte lus met 2 ogen. De lus hoort bij dit systeem. De haak van de band aan een sjoroog of ander degelijk vastpunt en de haak van de ratel aan de tegenoverliggende kant. Door dit systeem ben je niet afhankelijk van gaten in de vloer of van precies passende montagepunten. En dan zijn er voor lichtmetalen velgen ook nog speciale sets. Hierbij wordt een strop om een spaak van de lichtmetalen velg gedaan. Deze strop is voorzien van een beschermhoes en zo kan je de velg of het wiel vastzetten. Ik vind dit zelf niet de mooiste manier, maar zoals al eerder gezegd, de keuze is vaak ook afhankelijk van welke middelen je hebt en hoe jij dat zelf doen wil. Want de spanbanden welke over het loopvlak gaan, zijn weer nagenoeg ongeschikt bij lekke of lege banden. Dus bedenk voordat je spanbanden gaat gebruiken of kopen wat jouw toepassing is of gaat worden. Wil je nou weten hoe je voorkomt dat de losse einde van de spanband gaat flapperen? Bekijk dan de video die je in het scherm ziet. Want daarin laat ik een superhandig trucje zien
waardoor jouw spanbanden de uitstraling en de werking van een prof krijgen. Geef deze video nog even een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren en ik zie je graag in de volgende aflevering. Mooi!